De kern van mijn afscheidscollege was: hoe kunnen we praktijk en theorie beter bij elkaar brengen? Een van de zaken die daarbij speelt is opleiding. Ik zie dat opleidingen zwakker worden qua inhoud, korter worden. En ik heb dus heel sterk gepleit voor een 2-jarige masteropleiding op de topuniversiteiten, waar we er zo 3, 4, 5 van hebben in Nederland, om die daar te concentreren. Kan je praktijk en theorie, art en science dichter bij elkaar brengen? Nou, naar mijn gevoel moet dat kunnen. Ik denk dat mensen uit de praktijk toch beter en meer tijd eraan moeten besteden om kennis te nemen wat wij, zoals we het in Groningen noemen, aan de grenzen van het weten ontdekken. Daar hoort ook permanente educatie bij. Dat heb je bijna in elk beroep. Denk aan medici, maar ook psychologen. Maar in de economie, bedrijfseconomie, bedrijfskunde is dat niet gebruikelijk. Eigenlijk zou dat wel moeten. Maar er wordt te weinig kennis genomen van wat wij vinden. En daardoor zijn heel veel beslissingen die in het bedrijfsleven genomen worden, daar kan je vraagtekens achter zetten. Omdat er geen gebruik gemaakt wordt van de kennis, science, die er is. Een tweede is dat scientists, wij wetenschappers, toch beter zouden moeten kunnen articuleren wat wij dan allemaal vinden. En wij vinden heel veel. Wij vinden vrij veel zaken die voor het bedrijfsleven van belang kunnen zijn. Zodat ze niet het wiel hoeven uit te vinden, fouten kunnen elimineren. Maar dat betekent wel dat wij onze boodschappen wat beter moeten verpakken. Betekent ook dat wetenschappers meer kennis zouden moeten hebben van wat er gewoon in bedrijven gebeurt. En ik heb tussen neus en lippen door voorgesteld dat in een research masteropleiding dat daar gewoon een maand of 6 weken stage, verplichte stage in een bedrijf moet zijn. En waarom? Omdat ik vrij veel in het bedrijfsleven rondloop en ik merk dat voor de meest simpele vragen wij in de wetenschap gewoon geen antwoord hebben. Dan wordt het weer common sense, dan wordt het weer retoriek. Dan lijkt het haast op datgene wat we de afgelopen dagen in zo'n Tweede Kamer gezien hebben. Hè. Er wordt niet gerekend, geen getallen, het is alleen maar praatjes. Nou, wat moet je daarvoor doen? Dan moet je dus proberen om opleidingen neer te zetten die aantrekkelijk zijn en goed zijn, waardoor wij kunnen blijven concurreren met het buitenland. Voor mijn eigen vakgebied is het zo dat marketing staat nummer 2 in de wereld. Daar heeft Tilburg, Rotterdam, Groningen, Maastricht, nou en nog een paar andere hebben daaraan meegewerkt. En na Amerika doen we dat het beste. Maar wij zien ook dat er talent wat wij opleiden nu toch steeds meer weggaat. Niet alleen richting Amerika, dat is een grote stap, maar zeker ook richting Duitsland. Omdat dat financieel veel aantrekkelijker is en de eisen om hoogleraar bijvoorbeeld te worden in Duitsland stukken lager zijn dan die wij hier nou met elkaar opgesteld hebben. Hoe kan je dat nou verbeteren? Naar mijn gevoel door te zeggen, laten we nou in Nederland op 4, 5 plaatsen een 2-jarige masteropleiding neerzetten, een MSc BA. Laten we die MBA alsjeblieft vergeten, want daar is zo'n wildgroei in opgetreden en alle hogescholen en andere opleidingen, zelfs opleidingen van 1 dag zijn er. Ja, dat kunnen we niet serieus nemen. Een 2-jarige MSCBA en concentreer je dus op een paar plaatsen. En dan alleen op die plaatsen waar goed onderzoek wordt gedaan. Dus pool ook je talent in Nederland. Dat is ook goed om goede AJO's op te leiden die we dan weer van elkaar kunnen overnemen. Ik pleit ook echt voor een 2-jarige master. Dat hele verhaal van Bologna, dat is nooit goed uitgewerkt. Op allerlei punten niet. Dat is echt slordig. Hebben ministeries zijn daarmee omgegaan? Is Europa daarmee omgegaan? Ik merk dat als ik lesgeef in Rome, waar ze wel een 2-jarige master hebben, maar weer een bachelor van een minder niveau. Dus je komt weer op hetzelfde uit. Maar het hele idee, hè, dat je een bachelor had, dan de praktijk inging, eventueel aanvullende studie deed en dan nog een master, wat Amerikaanse model een voorbeeld was, dat hebben we helemaal nooit geïmplementeerd in Europa. Dus
die harmonisatie in Europa op onderwijsgebied, laten we dat beter doen. Haal het geld wat je nodig hebt voor een 2-jarige master daar vandaan, waarvan je zegt, daar zijn de beste studenten. Die geven we 2 jaar de tijd om ze goed op te leiden. Niet alleen voor de research master, maar ook voor de master, voor de praktijk. En dan denk ik dat op die manier ook praktijk en theorie, wat mijn kernboodschap was, beter bij elkaar kunnen komen.